passie is bodybuilden. Dus zeg maar gewoon een mooi groot lichaam krijgen. En omdat ik ook die wedstrijden doe, wil je alles in balans hebben. Dus ik kan niet alleen maar voor mijn borst trainen of alleen maar mijn armen. Ik moet gewoon alles mooi hebben, mooie symmetrie. Dus het hele totaalplaatje moet gewoon kloppen. De brinta erbij in. Een echte bodybuilder kent net zo'n de brinta? Nee, dat is wel het echte powerfood, zeg maar. Ik begin 's ochtends met mijn brinta dan, met wat rozijnen doorheen en dan die eiwitshake. Gedurende de dag eet ik nu ook wel wat brood met pindakaas en met kipfilet dan. En verder veel kip en rijst met groenten. Dat is ook eigenlijk wel het standaard bodybuilder eten, om het zo maar te zeggen. En jirpels? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, momenteel eet ik dat niet. Er zit toch wel weer veel koolhydraten in en dat probeer ik nu een beetje te vermijden, zeg maar. Dus daarom veel rijst vooral. Wow, heftig. Ja, heftig. Je wilt wat of je wilt het niet, dat is het vooral. Kijk, ik kan nu een beetje lekker eten omdat ik voorlopig geen wedstrijden heb. Maar anders dan is het geen kip, maar vooral vis, 3 keer op een dag. Ja, omdat ik geen vis eten ben, is dat helemaal heftig. Ja, dit zijn de bekers die ik gewonnen heb. Deze was van mijn eigen klasse. Dus van de junioren 75 plus. Op zich een leuk bekertje, maar deze is natuurlijk wel ontiegelijk vet om hem zo te zien. Net Arnold Schwarzenegger die daar staat. Nee, deze had ik gewonnen toen ik ook nog tegen andere klassenwinnaar moest. Dat was van onder de 75 kilo, ja, die won ik gelukkig ook. Dus ik mocht maar 2 bekers naar huis. Beter kon als niet. Ik ben tevreden. En winnaar, Mitchell Boesma. Friesland poppen! Maar dan was dan ik heel bruin uit. Ja, klopt. Waarom is dat? Ja, omdat die belichting echt gewoon heel wit is. En je spieren komen beter uit als je gewoon een laagje donker erop hebt. Nog een beetje glans erop. Ja, dan ben ik klaar om in je stringetje het podium op te gaan. Ja. Hoe is dat? Ja, op zich is het wel spannend. Maar kijk, je leeft natuurlijk lang naar zo'n wedstrijd toe. En net als een schilder. Kijk, je bent uren met je kunstwerk bezig. Je moet alleen nog laten zien. Daar werken ze het hele uur dus heel uit voor. Ja, voor eigenlijk 5 minuutjes op het podium. Ja, noem het maar gek. Ja, dat is vrij gek. Ja, dat is het ook. Maar het is wel leuk om te doen. Ik hoop dat ik er nog lang mee door kan gaan.